uitwerpselen van 40.000 kippen. Maandenlang opgespaard. Dat is wat er de afgelopen 2 weken constant is blijven branden. Meteen blussen was geen optie. Het risico dat de mest zou wegspoelen, waardoor oppervlaktewater en sloten vervuild raken, was namelijk te groot. Daarnaast zou blussen vrijwel zeker betekenen dat het vuur weer flink zou oplaaien. Nu de restanten van de afgebrande kippenschuur zijn weggehaald, is er ruimte ontstaan. Ruimte om de mest uit de opslag te halen. Vandaag wordt de mest naar buiten gereden en we proberen hem dood te drukken, dat hij uitgaat. En dan moet hij eerst, dat hebben we op de plaat van de kippenstal, zodat we het vocht kunnen opvangen, mocht er sap uit komen lopen. En dan moet hij afkoelen en dan kan hij afgevoerd worden. Maar ik verwacht dat het een paar dagen duurt voordat we zeker weten dat hij afgekoeld is en dat hij op transport kan. Ondanks de grote hoeveelheid rook is de brandweer eigenlijk nauwelijks nodig. Nee, dat hoopten we eigenlijk ook, want dan wordt de mest alleen maar natter. Het is alleen maar lastiger om de mest kwijt te raken. Alleen voor de zekerheid heb je hem nodig, want mocht er een slang of zo van een shovel of een kraan knappen, dan zou je vuur kunnen krijgen. Ja, er wordt niet echt nageblust, het is gewoon uitrijden en dan wachten tot het allemaal dooft, hè? Ja, dus echt uitrijden en inderdaad wachten tot het doodgaat, want blussen werkt niet. Dat hebben we vorige week en week terug ook gezien. Probeer te blussen, maar het blust niet. Langzaam maar zeker raakt de afgebrande mestopslag steeds leger en koelt de mest die buiten wordt uitgestrooid af. Daarmee zijn de vlammen na 2 weken eindelijk verleden tijd. Ja, gemengd gevoel. Enerzijds blij dat het klaar is, maar ja, hoe dan verder zometeen? Volgende stap. Ja. Vandaag staat in het teken van opruimen en vanavond de wetenschap. Er staat geen brandend gebouw meer achter op het erf, denk ik. Dat is gewoon een heel lekker gevoel. S'nachts word je gewoon op een gegeven moment wakker en dan ruik je gewoon weer brandlucht. Elke avond als je naar bed gaat, loop je er even langs. Kijk je toch even erin. Het is gewoon lekker als dat klaar is.